Vandaag wordt gevierd dat de Nationale Diabetes Challenge 10 jaar bestaat. We zijn daarvoor bij het gezondheidscentrum aan de Castor-Dreef. Wat is dat, de Nationale Diabetes Challenge? We gaan het vragen. De Nationale Diabetes Challenge is een programma voor mensen met diabetes of een verhoogde kans erop. En waarbij we 20 weken lang mensen in beweging brengen door met ze te gaan wandelen. Op weg naar een afsluiting en waarbij alle locaties in Nederland, en dat zijn ondertussen 350, zich verzamelen op één locatie. Aanstaande zaterdag bijvoorbeeld in Arnhem. En dan gaan we gezamenlijk de laatste afstand lopen. En dat doen we om de gezondheid van de mensen te verbeteren. Jij loopt mee met de wandeling. Ja. Doe je dat vaak? Elke maandag. Vanaf 12:30. En is dat leuk? Ja hoor, heel leuk. Je leert de wijk kennen, je leert de buurt kennen. Je leert de omgeving heel goed kennen. Ik heb altijd in Zeist gewerkt. Dus door de wandelingen heb ik eigenlijk de omgeving van Overvecht goed leren kennen. En bovendien doe je ook altijd nieuwe vrienden op. Want alle mensen die meelopen, die worden best wel een leuk hechte club. Er wordt vandaag ook een petitie getekend. Wat willen jullie met de petitie en waar gaat die over? De petitie is eigenlijk dat wij het belang van meer bewegen wat meer op de agenda willen krijgen. Want iedereen weet wel dat bewegen goed is. Alleen sommige mensen vinden het moeilijker om in beweging te komen. Want je zou zeggen, trek een paar schoenen aan en ga wandelen. Maar zo simpel is het helaas niet. Hoe stimuleer je mensen om meer te gaan bewegen? Nou, dat doe ik op mijn spreekuur. Hè. Tijdens het spreekuur als ze bij mij komen, want dan worden de labuitslagen besproken. En soms zijn ze dan veel te hoog. En dan probeer ik dan ze te motiveren om meer te gaan bewegen. Want als ze gaan bewegen, wordt er meer insuline aangemaakt. Waardoor dus de glucosewaardes naar beneden gaan. En ik wandel zelf ook altijd mee met de groepen. Dus dan zeg ik ook van, nou komt u maandag om 12:30 wandelen, want ik ga met je mee. We hebben 3 routes. We hebben tegenwoordig een korte en een lange. Maar vroeger hadden we een hele korte van 3, van 5 en dan nog een van 7 kilometer. Maar nu lopen de meesten toch maar gemiddeld 3 of 5 kilometer. Maar aan wie is die petitie dan gegeven? Aan de beleidsmedewerkers in Den Haag. Zij hebben de mogelijkheid om wetten in te richten en mogelijkheden te bieden om partijen die dit willen voor elkaar willen krijgen, nou, mensen in beweging brengen of voor een betere gezondheid, met leefstijl aan de slag zijn gaan, om die te faciliteren om hun taak goed uit te voeren. Loes, jij bent 45 kilo afgevallen. Hoe heb je dat gedaan? Nou, door middel van te gaan wandelen. Mijn diabetesverpleegkundige die zei, ga eens een beetje wandelen. Want zelf lukte het niet echt. Ik ben gaan wandelen. Tot aan de dag van vandaag loop ik nog steeds. En in de loop van een paar jaar ben ik 45 kilo afgevallen. Hoofdzakelijk door het wandelen. Alleen maar wandelen. Hoe lang doe je dit al? Eigenlijk vanaf het begin. 10 jaar? Vanaf het begin loop ik met Hilde al mee. Je bent heel enthousiast. Dit blijf je doen? Ja, voorlopig nog, zolang ik het kan. Dat geeft je heel veel energie namelijk, als je zo'n dagje gelopen hebt. Dan is het alsof je alles weer goed aan kan. MUZIEK